Dames en heren, goedemorgen bij Sportle Insight. Vandaag hebben we te gast Danielle Blonk. Danielle Blonk, lid van Sportle 46 en eigenlijk een beetje een doener alles bij Sportle 46. Danielle Blonk, geboren op 30 oktober 1980 in Woerden. Een relatie met Rob Frederiksen en dochter Mirte. Een dochter van ex-bestuurslid Dick Blonk en ook sportlist-icoon Nico Blonk. Destijds keeper bij Sportle 46, als mede broer. Ook doelvrouwen geweest van het damesteam bij de oprichting van Sportle 46. Danielle, goedemorgen. Hi Dirk. Even een korte, hoe het gaat met jou en wie je bent eigenlijk. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk, ben natuurlijk moeder en daarbij werk ik in het UMC als HR-assistent. Hectische tijd op dit moment, zoals je wel kan begrijpen. In Utrecht, Nieuwegein? Utrecht, okay. UMC Utrecht. Hartstikke leuke baan, maar ja, wel hectisch op dit moment. En daarnaast veel thuis voor de kleine, die ook graag voetbalt, hockeyt en dat soort dingen. En zelf ook nog steeds natuurlijk? Nee, ik voetbal niet meer. Oké. Okay. Nee, 2 jaar geleden definitief gestopt. Oké. Okay. Je vader, je oom en ook je broer. Echte sportersmensen ding. Zeker, ja. Ja, je weet het. Pa die heeft de laatste 8-9 jaar in bestuur gezeten bij Sportlust. Daarvoor ook al eens een periode. En dan gevoetbald? Zelf jarenlang gevoetbald. Mijn broer heeft eigenlijk vanaf dat hij 6 jaar was gevoetbald bij Sportlust. Ik wat later, want toen ik wilde voetballen, toen ik 8 jaar was, was dat echt uit een boze meiden voetbal bij Sportlust. Dus ik ben ooit gestart bij FEP. Dat was wel een beetje vloek in de kerk. Hebben we het niet meer over? Nee, hebben we het niet meer over. En de laatste jaren bij Sportlust ingestroomd in het vrouwenteam. Nou, ja. Je zegt zelf al, je hebt zelf een dochter. Voetbalt die ook al? Ze traint bij de puppies al ruim een jaar. Vindt ze ontzettend leuk. Maar hoe oud is ze nu? Ze is nu 5. Okay. Ze heeft inmiddels ook de hockeysport gevonden. En dat vindt ze echt wel wat leuker. Dus mijn vrouw gaat hockey. Ja. Nou lees ik ook vaak op Facebook dat je een favoriete club hebt in Nederland. Ja, nou ben ik het daar niet helemaal mee eens natuurlijk, maar ja. Je bent vrij fanatiek geloof ik. Ja, vrij fanatiek. Ik vind het leuk om regelmatig naar Ajax-wedstrijden te gaan. En of met vrienden een avond te kijken, thuis of in de kroeg. Wat is fanatiek? Ik vind vooral de gezelligheid eromheen belangrijk. Ja. Ja. Nou, je zei zelf al, je bent zelf keepster geweest. Hoe zag je eigen carrière er verder uit? Oh, valt wel vanaf mee, het begin? Het is niet echt sprake van een carrière. Ik ben ooit begonnen als verdediger bij FEP. In de jeugd, later in elftal, dames 1. En op een gegeven moment zijn we ook nog gaan zaalvoetballen. Waarbij onze keeper toen wegging. En toen ben ik in de zaal gaan keepen eigenlijk. En dat ging best lekker. En toen ben ik op het veld ook gaan keepen. En dat heb ik een aantal jaar bij FEP gedaan. En volgens mij was het in 2011, zo'n beetje 2012, dat ik bij Sportlust ben gaan voetballen. Ook nog op doel gestaan een aantal jaar. En net voordat Meerte geboren werd, ben ik gestopt. Oké, okay, je zei net zelf al, zaalvoetbal. Mm-hmm. Hoe heette die club? De Bison Girls? Ja, nee, Bison Boys. Oh, we hebben heel veel zaalvoetbalclubs versleten eigenlijk. En waar zat dat? We zijn begonnen in Maarsen. Ik voetbalde destijds ook een aantal meiden uit Maarsen bij FEP. En toen zijn we zaalvoetbal erbij gaan doen. En toen hebben we gekozen om dan in Maarsen te gaan voetballen, zodat wij ook een keer moesten reizen. Was wel een leuke tijd. We zijn eigenlijk in 3 seizoenen, we zijn de laagste categorie begonnen en 3 seizoenen later speelden we in de topklasse. Heel leuk jaar gehad, wel ontzettend zwaar, maar wel leuk om mee te maken. Hoeveel keer in de week was dat? Was elke vrijdagavond voetballen. Okay. En dan gingen we om 6 uur met de auto reden we naar Den Helder en dan waren we s'nachts. Hoela? Sorry? Ja, 6 uur 's avonds reden we naar Den Helder en dan waren we om 1 uur 's nachts een keer. Oh, met een uitwisser? Ja. Maar goed, het waren leuke tijden. Ja, mooie tijd om op terug te kijken. Ja, zeker. Nou, we hebben het net al gehad. Coronatijd deze periode. Hoe ga je daar zelf mee om? Je hebt natuurlijk voor je werk zit je mee nadrukkelijk mee verbonden. Ja, nou ja, nadrukkelijk. Ik sta natuurlijk niet aan het bed. Dus je krijgt in het ziekenhuis wel heel veel mee. En ik denk dat dat er ook wel voor zorgt dat je met beide benen op de grond staat. Kijk, weet je, alle maatregelen. Ik ben ook al coronamoe. Maar ik weet wel waar ik het voor doe. En hoe heftig het eraan toe gaat in de ziekenhuizen. Wat het met patiënten doet. Je hoort soms verhalen die je liever niet hoort. Een hoop mensen beseffen dat niet, hè? Nee, ik denk, ik hoor dat wel eens in mijn omgeving ook. Van ja, het is ver van mijn bedshow en je hoort wel dat mensen ziek worden. Maar je kent niet de verhalen uit het ziekenhuis. En, nee. En die hoor ik natuurlijk wel, meer dan je soms wil, denk ik. Maar wat ik zeg, het zorgt wel dat je met beide benen op de grond staat. En hoe ga je ermee om? Ik benut de ruimte die er is.
Dus ga wel bij mijn ouders op bezoek en andersom. En ik drink wel eens een borreltje met een vrienden. Maar ja, accepteer ook hoe het nu is. En daarbinnen proberen zo leuk mogelijk te maken. We gaan richting Sportlust. Ja, daar zitten we voor. Ja, daar zitten we voor. Sportlust is begonnen met een nieuw meisjesvoetbal. Ja. Wat wil je daarover kwijt? Nou, het is wel leuk om nu even aan te halen. We zijn in 2019, 2 jaar geleden, gestart met een aantal voetbalclinics voor meiden. Met als doel om een meidenteam te starten. Toen hebben we in juni van het jaar de knoop doorgehakt. We hadden 10 meiden. We konden met een MO13 achttal starten. Het was best wel spannend. Met 10 meiden best wel krap. Maar goed, tegen de tijd dat september was, hadden we er 16. En inmiddels hebben we een hele grote groep meiden. MO13, MO15. Wordt volgend jaar MO15, MO17. Zo zijn er in dat opzicht wel in geslaagd om het meidenvoetbal bij Sportlust op te zetten. En momenteel zijn we weer bezig met nieuwe meidenvoetbalavonden. Omdat we best wel wat aansluiting nog van onderaf erbij willen hebben. Dus we hebben nu 14 mei en 28 mei hebben we 2 avonden georganiseerd. Mag ik nog één keer zeggen? 14 mei en 28 mei, 2 avonden meidenvoetbalclinics. Voor onze leden, maar ook juist voor de meiden die geen lid zijn. En die het misschien nog spannend vinden om eens een keer te gaan kijken. We hebben daarbij ook special guests. 14 mei komt Priscilla de Vos, oud-eredivisievoetballer. En 28 mei, ook heel erg leuk, Tami Groenendijk van onze eigen vereniging die de hele jeugd doorlopen heeft. Momenteel bij Zeeston voetbalt en volgend jaar naar Texas gaat om te studeren en te voetballen. Ja, klopt. Dus heel leuk dat zij aan deze avonden willen meewerken. Ook begonnen bij Sportlust? Tami begonnen bij Sportlust, zeker. Ja. Ja, dus, mooie periode. Ja, ik ben benieuwd wat het gaat doen die avonden. Nog uitbrengen, hopen jullie nog naar een derde team te gaan? We zitten op de rand. We hebben momenteel zo'n 32 spelers voor 2 elftallen. Dus dat is goede bezetting. Maar je wil niet elke wedstrijd met 5 wissels op pad, liever. Maar ja, om van 32 naar 3 elftallen te gaan is nog wel een stap. Dus we gaan kijken wat er gebeurt. En dan praat je over de leeftijdsklasse? Leeftijdsklasse eigenlijk van 13 tot en met 16 jaar. Oké. Okay. Ja. En dus daar willen we op uitbreiden. En onder 13 willen we ook het liefst nog een aantal meiden erbij hebben om de MO13. Maar ga je dan ook nog door naar de damesteam zelf, naar het eerste team? Daar zijn we op dit moment ook naar aan het kijken. Boven de 16 zouden we als meiden boven de 16 willen voetballen, dan gaan die automatisch naar het damesteam. Want we hebben niet hoger dan onder 17. En ook daar hebben we zeker nog speelsters nodig. Dus, Je hebt de kans om nog één keer te promoten. Ja, kom voetballen. Ik weet zelf, het is ontzettend leuk. Ik ben 2 jaar geleden gestopt. Maar ik mis het nog steeds wel eens. Ja, blijft leuk. Blijft een leuk spelletje. Tijd gaat hard in. Ja, zeker. We gaan richting 75 jaar jubileum. Ja. Wat eigenlijk een van de grootste taken was waarvoor we hier samen zijn. Hoe ben je in aanraking gekomen met het organiseren van het 75 jaar bestaan? Hoe is dat begonnen voor jezelf? Vorig jaar rond deze tijd werd ik gebeld door Chris Nieuwpoort. Die is gevraagd om een commissie samen te stellen voor het 75-jarig bestaan. We noemen het zelf de JUPSI. Jubileumcommissie is zo'n lang woord, hè? Ja, dat is kenmerkend. Hij benaderde mij of ik daarin deel wilde nemen en de rol van secretaris wilde oppakken. Vond ik een eer, dus dat heb ik graag gedaan. En wie zit er nog meer in het team? Nee, Chris Nieuwpoort is voorzitter. Dan hebben we Kees Veerman, tevens ook het oudste lid van onze vereniging. Die zit erbij, is wel heel leuk. Moet ik even goed nadenken dat ik niemand overslaan natuurlijk. Ja. Ron Dane, ook een sportlust-icoon. Guy Bruggeling, ook wel bekend denk ik bij de meesten. Rick ten Daas, Bart Verdoold en Davy Niegedijker van de dames. Wel bewust team. Ja, echt een doorsnee van de vereniging. En wat we eigenlijk nog wel missen is een vertegenwoordiger van de jeugd. Dus een van de ouders uit de lagere jeugdelftallen. Dus ook bij deze nog een oproep. Voel je geroepen? Heb je er zin in om mee te denken over activiteiten rondom de jubileumcommissie? Die plek is nog vakant. Dat is ons nog niet gelukt. Ik neem aan dat jullie een programma hebben gemaakt. Alleen, ja, zeker coronatijd. Wat gaan we wel, wat gaan we niet doen? Ja. Dingen die kunnen nog niet, dingen die kunnen wel. Heel moeilijk. Even globaal, wat zijn de huidige plannen? Ja, weet je, we zouden natuurlijk afgelopen oktober aftrappen. Volgens mij was 23 oktober de dag waarbij het oudste en jongste lid de aftrap zouden doen. Er zou vuurwerk zijn en bij een wedstrijd van het eerste. Maar goed, de waarheid heeft ons ingehaald. Voor die tijd ging alles plat. We hadden op de achtergrond een programmaatje klaarstaan wat vanaf afgelopen januari zou moeten gaan lopen. Maar dat lukt ook niet. Dus we hebben nu ook gezegd van, hoe jammer ook.
Maar dit is de realiteit en we focussen ons nu op de viering van het jubileum, het echte 75-jarige bestaan. Dat is in oktober 2021. 23 oktober geloof ik. En dan wordt er gewoon niet gevoetbald. Nee, 2 oktober is aangevraagd als competitievrije dag. Dat is ook, staat ook al vast. Dus dat betekent dat alle teams vrijgesteld zijn voor competitie. Zelfs het eerste elftal. En die dag plannen we allerlei activiteiten. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Voor iedereen, van jong tot oud. Dus zet die dag ook vast in je agenda. Eigenlijk beginnen we al een beetje op vrijdagavond. En daar gaan we ons op focussen. Maar ook dat is nog zo lastig. Hè? We hebben grote ideeën, we hebben wensen. Maar je weet niet wat er allemaal al kan. Nee. Dus het is best wel lastig organiseren. Ja. En we hebben ervoor gekozen om vanaf nu in de aanloop naar 2 oktober... ook in samenwerking met jullie interviews af te gaan nemen van sportlus mensen van vroeger en nu en alles wat ertussenin zit. Kun je wat mensen noemen die in beeld komen? Wie komen er in beeld? Nou, je noemde net al mijn vader en Nico. Die komen als duo in beeld. Jorn Uiterboogaard, aantal jaar geleden in het eerste gevoetbald. Henny Verijssel. Ruud Bos. Ja, Ruud Bos. Oud spelers inderdaad van het eerste. Welke namen hebben we nog meer? Ria en Johan Mooi. Ja, die noemde ik net. Henny Verijssel, Ruud Bos. Arjan Heikoop, René Spanjeberg. Ja. Okay. Ja, dus we hebben wel geprobeerd echt uit allerlei tijdsperken, voor zover mensen nog in leven zijn natuurlijk, mensen te vragen en te benaderen en ook in allerlei rollen. Ja, ziet er leuk uit. We zijn benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, wij ook. Ja. Dus, zo'n interview gaat natuurlijk heel snel. Zijn er nou nog dingen kwijt waarvan je zegt van, nou, die wil ik echt kwijt? Hoeft niet te maken met het jubileum, er kunnen ook andere dingen zijn. We hebben het net al gehad over het meisjesvoetbal, over het damesvoetbal. Zijn er nou echt nog dingen kwijt waarvan je zegt van, ja, dat heb ik nou altijd al willen zeggen? Nee, niet direct. Ik weet, ik heb een aantal ledenvergaderingen genotuleerd. En ik weet dat het heel lastig is om handjes te vinden voor allerlei taken. Hè. Ik merk het zelf ook, je bent druk met een baan, je hebt een gezinsleven. En soms kost het echt even moeite om tijd te vinden om dingen te doen. Maar ik wil toch vragen om mensen die veel bij de club komen, die eventueel kinderen bij de club hebben voetballen, om toch je beschikbaar te stellen voor de club. We zijn een vereniging, we redden het niet zonder hulp van anderen. En het geeft ook wel een fijn gevoel als je dan uiteindelijk die tijd gemaakt hebt en wel wat hebt kunnen doen. Ja. En Sportlust is een familieclub. Je zei net al, mijn vader in het bestuur, maar ook voor mij natuurlijk mijn opa die medeoprichter is geweest. En het is een mooie vereniging en we moeten de vereniging met elkaar maken. Ja. Dit heb je mooi gezegd eigenlijk en ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. We willen je in ieder geval bedanken voor het interview. Ja. We kijken ernaar uit naar het 75-jarige jubileum. Ja, en uiteraard heel veel succes in de toekomst. Komt goed. Dames en heren, dit was Sport Insight met Danielle Blonk. Ik wens u nog een prettig weekend en tot ziens.